Viel het je eigenlijk tegen dat je na één wedstrijd in de basis gelijk weer vanaf de bank moest beginnen? Ik was wel een beetje verbaasd, ja. Maar nou ja, tegenvallers hoort erbij, denk ik. Dan ga je gewoon weer voor je kansen en ga je weer verder. Ja, want vaak is het zo dat als een spits dan gewisseld wordt, dat het vaak voor een aantal wedstrijden is, ook om je een beetje het vertrouwen te geven. Ja, precies. Maar ik denk dat het meer een vraag voor de trainer is dan voor mij. Dat, kijk, ik ga er niet over of ik speel of niet. En of ik verbaasd ben of niet, ja, dat maakt verder niet zo heel veel uit, denk ik. Ik moet gewoon mijn ding doen als ik er sta. En dat heb ik vandaag gelukkig weer kunnen doen. Ja, want je maakte 2 treffers. Lekker invallen zo. Ja, dat is wel fijn. Ja. Dat is, je hebt maar eventjes en dat is toch lekker dat je weer even toch weer je ding kan doen. En kan laten zien van, hey, ik ben er ook nog. Ja, want had je het ook echt even nodig dan, als je dus die teleurstelling te pakken hebt, dat je dan belangrijk bent? Ja, het is altijd goed denk ik om te laten zien van, ik ga niet bij de pakken neerzetten. En ik maak gewoon mijn goals weer. En ja, dat is altijd wel lekker dan. Leek me ook wel een lekkere wedstrijd om in te vallen deze. Ja, je zag wel dat we veel aan het aanvallen waren. Er waren veel kansen, dus ja, dat is wel lekker. Ja. Je maakte dan uiteindelijk 2. Welke vond je het mooist? De eerste. Ja, die zat van best wel ver, denk ik. En ik raakte hem vol. Er zat nog een kleine zwabber in. Die zat er precies in, denk ik. Dus, zat veel venijn in de schot. Ja, zat veel emoties in. Wat doet dit met jullie als ploeg? 6-1 winnen? Ik bedoel, dat is iets wat jullie al heel lang niet meer hebben meegemaakt. Nee, dat hebben we dit jaar denk ik nog niet gedaan, zo'n grote uitslag. En, maar het is gewoon is fijn dat het lukt zo, met zo'n grote uitslag. En het is goed voor de ploeg, goed voor het vertrouwen. Maar ik denk dat we niet te veel waarde aan moeten hechten. Gewoon weer vol voor verder gaan. Zeg maar. Ja, waarom moet je niet te veel waarde aan hechten? Omdat zij met 10 man speelden? Ja, natuurlijk. En ja, vooral als ze met 10 man speelden. En soms gaat het gewoon lekker en soms gaat het wat moeilijker. En we moeten nou niet gelijk denk ik gaan denken dat we het de volgende wedstrijd ook eventjes gaan doen. Zeg maar. De volgende wedstrijd die komt al heel snel. Aanstaande vrijdag, een topper tegen Almere City. Jullie hebben nog een kans om de eerste periode te pakken. Ja, nou, dan moeten we daar vol voor gaan. Ik denk dat we thuis moeten we ten alle tijde winnen. En Almere is een goede ploeg. Ze doen het ook goed dit jaar. Dus ik denk dat het een mooie wedstrijd gaat worden en dan moeten we er weer staan. Wat gaat de trainer doen, denk je? Gaat hij jou opstellen vrijdag? Ik heb geen idee, moet je hem vragen, hij staat daar. Gaan we doen. Ja, is goed. Hey.